Via Thijssen dus. Doelpunt. Een doelpunt van Lamers. Verrassend, Broekhuis kwam er niet aan. Deed amper een poging. Bal kreeg ook nog een stuit. Thijssen, daar begint het allemaal mee. Met dit paasje. Hilgers. En dan dat schot. 1-0 voorsprong. Vieters. Goed het overstapje, mooi gespeeld. Lamers met een prachtig doelpunt. Heel erg mooi. Gedraaide bal. Effect buitenkant schoen. Gun het hem. Speelt een goede wedstrijd. Krijgt een gele kaart en kan dus niet meedoen. Waarschijnlijk aanstaande zondag tegen Ajax. Misschien te vlug gegeven die gele kaart. Maar dit is een juweeltje van een goal. 0-4. Vitesse. Bart laat weer. Contra Heinzen. Is er langs. Voorzet is ook goed. En daar is 1-0. Doelpunt Lamers. Ladouhirou. Een dubbele schaar. Heinzen bewaakte hem eigenlijk, maar hij passeerde Koeman. En Lamers kopt met de zijkant van het voorhoofd in de verre hoek. Vitesse op voor. Van der Brom. En de schietkans. En de score van Lamers. Is Martin Lamers. Die men zo verrast. En zo staat de wedstrijd qua spelbeeld op zijn kop. Van der Brom. Vitesse speelt iets te cool in feite. Wil het allemaal te makkelijk doen. Maar nu komt daar een hele simpele goal. En die is van Martin Lamers. Hele vlotte combinatie, waar ik eerder gezegd niet op rekende. Want die werd zo makkelijk uitgevoerd. Net nu ik wilde zeggen dat Vitesse iets te arrogant voetbalde. Pakken ze meteen dan weer de tweede goal. Het begint bij Cocu. Goed in het gat gedoken. Door Lamers en links. Verdediger verbreken dit seizoen. Dit is Latuhiru. En dit is Lamers. Dat schot wordt van richting veranderd. En dus zit de doelman op zijn bips en verkeerd. En is het 0-1. Zo krijgt Vitesse dus een nieuwe kans. Lamers nu. En dan zit hij erin. En leidt Vitesse. Na 38 minuten is het raak. En de wordingsgeschiedenis zal betwist zijn. Ladouhirou of Gesthuizen. Bos. Geen buitenspel, zegt de grensrechter. Dan moet dit hem worden voor Kosten. Nee, het is Martin Lamers. En die beslist de wedstrijd. 3-1. Het duel werd uitgevochten door Ladouhirou, waarna de paas volgde van Theo Bos. Lamers mag door. De grensrechter zag geen buitenspel. Was het volgens mij ook niet. Lamers scoort dan. En beslist deze zeer. Met Geelhuis in de basis. Vitesse komt op voorsprong door een prachtige vrije trap van Lamers. Dat is 0-1 na 9 minuten. Het is ook de eerste uitgoal van Vitesse in deze competitie. Maar Twente krijgt de bal niet weg. En dan is het weer raak. 5-1. Martin Lamers. De oorwassing die Feyenoord in Enschede kreeg eerder dit seizoen. En nu staat dezelfde stand in het nadeel van Twente op het score. Komt die dan ook? Korter! Gorter had daar misschien beter af kunnen blijven. Nee, integendeel, het is een treffer van Lamers. Het is dus prima wat Vitesse deed. En met name Gorter is de gevierde man. Want hij wist heel goed wat hij deed dus. Surovic die met dat rommelen toch redelijk veel succes oogst. En kijk dan de assist van Gorter aan Lamers. Het is 2-2 met nog een minuut of 16.